In stadswijken waar mensen met een migratieachtergrond wonen, komen meer besmettingen met het coronavirus voor dan in andere delen van de steden. Zo blijkt uit onderzoek. Die inwoners zijn soms moeilijker te bereiken omdat ze de communicatie van de overheid minder volgen of minder goed kunnen volgen. Patricia Heidenrijk is directeur van VAROS en dat is een kenniscentrum op het gebied van gezondheid. Goedenavond, mevrouw Heidenrijk. Goedenavond. Ja, u ondersteunt vanuit uw organisatie VAROS Professionals die in zulke wijken werken. Hè? Hoe ondersteunt u ze precies? Wat geeft u ze mee? Wij zorgen ervoor dat de informatie die waar behoefte aan is, en met name natuurlijk in het begin van de coronatijd was er heel veel nieuwe informatie die verwerkt moest worden en toegankelijk moest zijn. En we merkten eigenlijk dat de informatie die beschikbaar kwam vanuit Rijksoverheid te talig was. Wat we trouwens vaak zien met Rijksoverheid informatie die vrij ingewikkeld is. Te talig, daarmee bedoelt u te moeilijk te begrijpen, ja, wat taal betreft. Te begrijpen. Ja, ja. En wij kregen vanuit het veld, vanuit de zorgprofessionals, veel vragen over. Help ons om de informatie toegankelijker te maken. Mm-hmm. En daar hebben we toen in voorzien. En we hebben in 13 talen in ieder geval de basisinformatie toen ter beschikking gesteld voor. Voor het veld in dit geval. In welke vorm? Met veel ondersteunend materiaal, met plaatjes, tekeningen. En weinig woorden, maar wel plaatjes die dan de informatie geven. En ook getest zijn met de doelgroepen. Mm-hmm. Dus wij zorgen er altijd voor dat mensen betrokken worden om deze informatie verder handen en voeten te geven. Zodat het ook echt geschikt is voor de mensen die minder talig zijn. Ja, dat was dus een van de dingen die u vanuit de wijken, zal ik maar zeggen, hoorde. Van de professionals die daarmee te maken hebben. Wat zagen ze nog meer gebeuren? Wat voor problemen constateerden ze nog meer? Nou ja, we zagen, en dat hebben we ook uit onderzoek wat we later hebben gedaan, onder deze groepen naar voren gehaald, is dat het in ieder geval niet zo is dat ze niet bereid zijn om de maatregelen en niet minder gemotiveerd om de maatregelen uit te voeren. Juist zelfs dat ze extra hun best gingen doen om het goed te doen. En soms zagen we dat mensen daardoor extra in isolatie gingen, omdat ze heel erg zoekende waren naar wat moeten we nu precies doen. En dan maar liever extra thuis blijven. Mensen die zelfs boodschappen gingen desinfecteren. Mm-hmm. Omdat er heel veel angst en onzekerheid heerste. Omdat heel veel informatie voor hen te ingewikkeld was. Ja. Ja, en vindt u dat de overheid daarin tekortschoot? Want eigenlijk is het best vreemd dat u als particuliere organisatie, zeg ik maar even. We zijn niet helemaal een particuliere organisatie. We zijn een stichting wat hier ook speciaal voor, mede vanuit VWS. Wij zorgen voor toegankelijke zorg voor iedereen. En we zetten ons enorm in om de toegankelijkheid van de zorg en het zorgsysteem te verbeteren. En we zien vaak dat je wegvinden in het zorgsysteem ingewikkeld is. En in zo'n nieuwe, zoals de corona en een pandemie, is het natuurlijk voor iedereen. En zeker in het begin was dat heel erg nieuw en veel informatie. En het is geen onwil, maar het is wel een route waar we eigenlijk met elkaar in deze Nederlandse samenleving veel meer aandacht voor zouden moeten hebben. Ja, precies. Want je kan het natuurlijk toch wel een beetje van tevoren bedenken dat je niet al te ingewikkelde informatie moet geven aan mensen die misschien het Nederlands niet zo heel erg machtig zijn. Ja, dus daar zetten we ons ook enorm voor in. Om ervoor te zorgen dat informatie over gezondheid en gezondheidszorg voor iedereen geschikt is. Zodat iedereen op een goede manier voor zichzelf kan zorgen. En in de beginperiode was dat natuurlijk heel erg. Wat gebeurt er en wat moeten we dan precies doen? En heeft ook vanuit VWS is er gevraagd, willen jullie ons daarbij helpen? Ja. Omdat we daar ervaring in hebben. En gedurende de periode daarna was het best wel een beetje bijhouden, omdat er niet heel veel meer veranderde. Maar nu merken we met de nieuwe maatregelen, zien we ook dat er weer veel vragen komen over de nieuwe situatie, waarin je ziet dat er regionale verschillen ontstaan. Onduidelijkheid over testen en wanneer je moet testen, over quarantainebeleid. Dus nu zie je dat er weer meer onrust ontstaat. Ja. En mensen gaan dan op zoek naar informatie. En dat kan ook leiden dat mensen verkeerde informatie tot zich nemen. En dat is eigenlijk wat je niet wil. Dus
ja, het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat informatie geschikt is voor iedereen. En dat geldt zeker met dit soort ingewikkelde periodes als deze situatie waarin we nu zitten. Ja, precies, want het is ook voor iemand die volledig doorkneed is in het ABN vaak nog best ingewikkeld om te begrijpen hoe op dit moment de maatregelen in elkaar zitten. Is dat nog te doen? Is het nog begrijpelijk uit te leggen? Nou, het is wel een uitdaging om ervoor te zorgen dat we wat goed blijven doen. Dus niet te veel moeilijke woorden gebruiken, eenvoudige zinnen. Mm-hmm. En ook zorgen dat de sites waar mensen hun steun zoeken, de eenvoudige informatie ook ja, zo duidelijk mogelijk vindbaar maken. Dan wel. Er is vaak een. Je merkt dat er heel veel onwil is. Nou, niet misschien per se onwil, maar dat het soms zeggen mensen tegen ons, ja, maar dat is wel heel erg eenvoudig opgeschreven. Maar iedereen vindt het fijn als informatie eenvoudig en eenduidig eenvoudig is. Ja. En we hebben denk ik allemaal liever eenvoudige informatie, ja, die ons helpt om het goed te snappen. Ja. En als mensen behoefte hebben aan meer en achtergrondinformatie, gaan mensen daar wel naar zoeken. Maar vaak is het andersom. Dat je eerst geconfronteerd wordt met heel ingewikkelde websites met veel informatie. En dat er daarna zoeken is van, en wat staat er nu eigenlijk precies? Ja. Is communicatie het enige probleem eigenlijk? Nee, de communicatie is niet het enige probleem. Want dat is wat ik nu ook merk met wat er gezegd wordt over. Er moet meer informatie beschikbaar komen voor mensen met deze mensen met een migratieachtergrond. In Amsterdam-West dan in dit geval. Mm-hmm. Ik denk dat er ook heel vaak. Er wordt dan heel erg gekeken naar culturele factoren. Van, ja. Maar waarom is het dan bij deze groepen dat de besmettingsgraad hoger is? Wij zeggen dat het niet alleen met culturele factoren te maken heeft, maar ook vaak met sociaal-economische factoren die rol spelen waarom de besmetting bij deze mensen hoger is. Mm-hmm. Mensen zijn vaak kleiner behuisd, leven soms met meerdere mensen bij elkaar, zitten ook vaak in de praktische beroepen, waardoor zij niet degene zijn die in staat zijn om per se werk thuis uit te voeren of blijven thuis. Hè? Nee. Dus er zijn vaak andere en achterliggende factoren waarom, wat ook mede kan rol spelen, waarom de besmettingen bij deze groepen hoger zijn. Ja, en die culturele factoren. Mij wordt door Ghanese kennissen bijna wekelijks aangeraden om het sap van de rode hibiscus te drinken. Dat helpt overal tegen en ook tegen corona. Spelen dat soort culturele verschillen ook een rol? Ja. Zulke culturele verschillen zijn natuurlijk altijd. En dat maakt ook dat het belangrijk is om de juiste informatie goed op orde te houden. Want mensen gaan zoeken, mensen zijn onzeker, mensen zijn onrustig. Niemand wil ziek worden. Dus je gaat op zoek naar wat moet ik dan doen. Mm-hmm. En daarom moeten we er denk ik ook met z'n allen in Nederland voor zorgen dat de juiste informatie op een eenvoudige manier beschikbaar is. Dus ik denk niet dat het erg kwaad kan, maar dat we ook moeten zorgen dat de hygiëneregels. Het zou best lekker zijn, ja, precies. Maar dat we ook moeten kijken van, nou ja, de hygiëneregels, 1,5 meter samenleving, met niet te veel mensen samenkomen. En dat het belangrijk is dat als we nu, want nu wordt er gezegd, ook vanuit Amsterdam, we gaan ervoor zorgen dat deze groepen, dat we deze groepen beter gaan bereiken. Dan vind ik het ook belangrijk dat we de informatie die we gaan ontwikkelen, dat we goed kijken en welke vragen zijn er dan. Ja. En dat we het samen met de mensen waar het over gaat gaan ontwikkelen. Ja. Dan krijg je informatiemateriaal wat geschikt is. En misschien is dat voor de Ghanese familie net weer een andere tone of voice dan voor de Turks of Marokkaans families in West. Ja, en daar moet je met elkaar goed naar kijken. En dat wordt vaak vergeten, omdat we dan toch vanuit een bepaalde een opdracht geven van, nou, maak daar informatie voor. Ja. Die dan misschien weer net niet geschikt is. En tot slot nog heel even, u zei helemaal in het begin, we hebben geen aanwijzing dat mensen in migrantengemeenschappen, zeg ik voor het gemak even, zich minder aan de regels willen houden. Hè? Je hoort er op het ogenblik vaak besmettingshaarden zijn bruiloften van Marokkaanse families of van Turkse families. Maar u zegt, daar hebben we geen aanwijzing voor. Nou, we hebben uit het onderzoek niet naar boven gaat dat ze niet of dat ze minder gemotiveerd zouden zijn. Dus ook bij hen is de motivatie om ervoor te zorgen. Ook zij willen hun families beschermen. Maar soms zijn er wel culturele aspecten die rol spelen. En daarom is het denk ik goed om bijvoorbeeld met moskeeën of met migrantenorganisaties te kijken van, hey, waar zit nou precies de trigger waardoor ze misschien toch naar deze bijeenkomsten zijn gegaan. Hoe kunnen we ze dan voorzien van goede informatie? En duidelijk waarom en wat belangrijk is om wel en niet te doen. Oké.
Patricia Heidenrijk, directeur van Pharos.